Welkom weer bij een nieuwe video. Ik weet niet of jullie dit meer hier herkennen. Maar hier was ik een kleine week geleden ook. En dat hebben jullie ook gezien in de video. Hier was ik random terechtgekomen. En toen ik op dat moment op activiteiten in een omgeving zocht, kwam ik een festival tegen dat hier plaatsvindt. Aan het meer, een stukje verderop. En aangezien ik gisteren officieel heb gehoord dat de festivals tot september in Nederland toch wel gecanceld zijn. Ja, tot 750 man. Maar goed, de festivals die ik heb gepland, gecanceld. Dacht ik, weet je, fuck it. Ik ga gewoon naar een festival in Kroatië. Dit is best, denk ik wel, het meest uit mijn comfortzone tot nu toe. Want ik heb gelijk een ticket voor de hele week. Dus ik ga 5 dagen in mijn eentje naar een festival in Kroatië. En ik heb geen idee wat me te wachten staat. Maar goed, ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het dus wel best wel spannend. En er zijn ook superveel activiteiten met duurzaamheid en andere gewoon activiteiten om de omgeving te leren kennen. Dus ik ga het allemaal zien en ik laat het over me heen komen. En ik ga vooral met mijn GoPro denk ik filmen. Ik laat mijn camera lekker weggestopt, want dat vind ik zonde. Maar met mijn GoPro ga ik zoveel mogelijk filmen en jullie gaan met me mee. Nou, het is inmiddels 10:30. Het festival hier is wat anders dan dat ik uit Nederland gewend ben. Want de muziek begint pas om 6:00 tot 8:00 ochtends. En overdag kun je dan workshops doen, et cetera. Maar omdat het de eerste dag is, is er nog niet zoveel. Het is wel grappig, want dat is de camping waar ik vorige keer verbleef, vorige week. En dit is de campground van het festival. Dus mijn tentje staat ergens tussen die bomen daar. En daar is een deel van de stages. Verder weet ik eigenlijk niet helemaal precies hoe het zit. Sowieso gaat het hier wel anders dan ik gewend ben op een festival. Want we kunnen gewoon, mijn auto staat nu gewoon nog naast de tent. Dus we moeten straks wel naar een parkeerplaats. Maar hier kan gewoon alles wat je wil meenemen. Eten, drinken, whatever. Niemand die iets controleert. En ja, ze zijn ook nog lang niet klaar volgens mij met het opzetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen in de komende 7 uur. Want ja, zoals je ziet, ja, ik loop nu gewoon over het festivalterrein ook. Ik ga nu dus even daar kijken of ik daar al kan komen. Maar ik ben benieuwd. Ik heb op de camping dus al 3 meiden ontmoet. Uit 2 uit Kroatië en 1 uit Polen. Die vlakbij mij kamperen. Waar ik gisteravond de hele avond mee heb gezeten. Heel gezellig. En net sprak ik ook 3 jongeren van Kroatië. Studenten, en die gaan hier achter de bar staan. Ik heb hen even gevraagd hoeveel mensen ze verwachten. Nou, vandaag 1000 en morgen 5000. Een stuk kleiner dus dan de meeste festivals in Nederland. Maar ja, je spreekt al die mensen toch niet. Dus je hebt helemaal niet zoveel mensen nodig. Het valt me op zich nog mee, want de camping leek best wel leeg. Ik dacht al, wat gaan ze doen? Ik begreep ook wel inderdaad dat ze echt achterlopen op schema. Want ik ben net even bij de stages geweest. Nou, het is nog niet veel. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, als er goede muziek is en leuke mensen, dan kom je al een heel eind. Maar ja, het is wel grappig om het verschil met Nederland te zien. Want in Nederland zouden ze hier echt niet meer wegkomen. Ja, het kost ook een stuk minder. Ik betaal €100 voor de hele week. In Nederland is het €50 per dag. Dus fair enough dat het allemaal wat minder voorstelt. Ik ga het gewoon allemaal over me heen laten komen. En jullie zien nu de beelden van hoe dat eruit ziet.
smoke the split with me, and we gonna get baked. Yeah! Uiteindelijk echt een superleuke tijd gehad op het festival. Je ziet een aantal keer dezelfde mensen terugkomen. Dat zijn die meiden die ik in het begin al had ontmoet. En daar is uiteindelijk nog een jongen bij gekomen. En ik ben eigenlijk het hele festival met hun opgetrokken. En af en toe natuurlijk ook met anderen. En ik heb uiteindelijk geen cursussen gedaan. Omdat de informatie gewoon niet zo duidelijk was. En we gewoon lekker ons eigen ding hebben gedaan. Lekker hebben gezwommen en gedanst overdag met andere mensen in het kamp. Dus dat was gewoon super leuk en ja, daardoor eigenlijk niet eens behoefte gehad om nog andere dingen te ondernemen, want ja, je gaat gewoon mee met die flow en dat was gewoon super fijn. Het enige wat ik wel jammer vond is dat ze hier af en toe ook wel voorbij komen. Het werd wel een beetje geprofileerd als een festival dat veel aan duurzaamheid deed, maar overal lag het gewoon een puinhoop en ook alles was niet even goed geregeld, maar ja, dat was jammer. Gelukkig hebben ze wel alles opgeruimd achteraf. Dus dat scheelt een hoop. Ik heb sowieso gewoon een hele leuke tijd gehad. En ik ben heel blij dat ik ben gegaan. Na 5 minuten was eigenlijk de zenuwen er al af. Omdat ik dan toen gewoon de nieuwe mensen had ontmoet. En daarmee gewoon ben opgetrokken. Dus ik was eigenlijk al heel snel niet meer alleen. En ja, dat was ook wel heel fijn. En heel erg leuk. Dus ja, een heel erg geslaagd avontuur. En ik zie jullie weer bij de volgende.